deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 23.11.2018. Ja, het is al laat. Het is nu 21 over 9 in de avond. Ja, ik voelde me niet vandaag helemaal niet lekker. Echt, ik had een down dag. Dus ik ben nog ook een beetje down. Wat doen we bij het herstel? Ja. Maar ik plak deze er gewoon weer aan en voor de andere paar dagen. Ja. Dus ik ga even mama nu even bellen. Moet ik even kijken waar ik mijn huistelefoon heb. Huistelefoon. Ja, het is hier nog een beetje donker. Ik weet het. Waar is de huistelefoon? 1, 2. Ja, maar waar is de huistelefoon? Geen idee. Het zal alweer. Geen idee. Nee, ik ga even de, op en op jacht voor de huistelefoon. En dan ga ik met mama bellen. En dan bel ik dus nu en mijn mama op. Ja. Dat vind ik wel zo gezellig. Ja, ja. Ja, ja. Hi. Hoe gaat het? Nou ja, ik had dat blaaien toegestuurd en omdat ik het allemaal goed deed, maar het is dus niet aangekomen. Maar bij mezelf weer gewoon terug. Omdat het niet kon vinden of zo, weet ik van, ik heb je een foto gestuurd. Ja, ik weet het, ik zag het. Zal eens kijken wat er aan de hand is. Even kijken. Ik heb ook nog gevraagd. Iets. Ik wil horen. Ik krijg de scheenmeeuwen van jou, Frodo. Erop en eraf. Gaat maar heen en weer met jou. Dus even kijken. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Het is allemaal wel goed. Dat is wel, hè? Raar. Ja. Mag, weet u hoe en u, hoe u dat moet doen om gewoon het... als u gewoon naar de mail gaat van de ceremonie, meester Karin en Roderick. Even een moment. Ceremoniemeester. Ja. Roderick. Ja. Mooi, dan gaat u naar opstellen. Opstellen, ja. En dan pleurt u hem erin. Oh, dan moet ik alles weer even... Eerst opstellen, een beetje met laden, dat ding. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dan moet ik toch ook aan jou... Wacht even, mam, wacht even. Doe gewoon eerst even opstellen. Ja, dat heb ik. Ik heb nou die... Mooi, dan, en dan doet u gewoon weer naar, gewoon van ceremoniemeester naar ceremoniemeester Karin en Roderick. Lekker makkelijk. Ook Karin en Roderick? Gewoon ceremonie, de C en van de ceremonie. Gewoon daarin klikken. Ja, dat heb ik. Mooi, en dan krijgt u dus die hele mail. Ja. Nou, en daar klikt u op en dan gaat u hem dus versturen dan, hè, en dan dat ene erin knallen en dan... ja. Ik heb nog 4 berichten. Ja, dat begrijp ik. Een neus. Nou, map gaat gelijk open. Om die 3 rijen tegelijk te doen. Ben ik ook even gemeen, eens even kijken. Urgent.
gek, zegt hij. Moet ook bij mij terecht komen. Nee, hij staat er al hoor, mam. Oké. Okay. Hij komt dan gewoon hier al terecht. Opstellen. Ja, maar ik heb ook nog wat anders even gedaan om te kijken of dat werkt. Ja, en nu wel. Oh, oké, dat is mooi. Dat is heel raar. Drie rijen. 1, 2, 3. Zo, hij staat nu in uw... Want als u nou naar inbox toe gaat, mam. Drie roos onthouden. Mama. Mam, ja? Luister nou. Ik heb deel 4 heb ik al doorgestuurd hoor. En vanuit uw inbox. Oh, Jeffrey Roos. En als u nou wel gaat proberen om gewoon... het via uw eigen e-mail te gaan doen, ik denk dat het dan wel gaat lukken. En want als u gewoon de C doet, in uw eigen e-mail, dan krijgt u al, en het derde staan wij erin. Ik heb namelijk even ons en onze e-mail eventjes aan uw... Ik heb alles binnen, dat klopt. Na het praatje deel 4. Ja, ik heb alles binnen. Mooi. Ik heb alles binnen. Mooi. Ook die namen die jij gisteren via wat ja. Ik heb nog doorgaf, heb ik ook nog gedaan. Top, helemaal toppie. We zijn weer trots op u. Ja, ik heb zover ik weet alle namen gedaan die ik voorgeschoten op de. Mooi. Dat het ja, voor mij wel. Lovely. Oh. Doe maar niet. Is goed hè. Zit je vol meisje. Is goed hoor.
Lovely. Oh. Doe maar niet. Is goed, hè. Zit je vol, meisje? Is goed, hoor. Goedenavond allemaal. Nee. Nou ja, niet een goedenavond. Het is nog een goedemiddag. Het is bijna 5 uur. Hij moet zo meteen naar zijn werk lekker. Dankjewel. Maar eventjes wat anders. Wij zouden afgelopen donderdag iets opnemen. En voor de geitjes, daar zijn we helemaal glad vergeten. Ja, te druk gehad. Helaas. Te druk. Sorry. Maar dat gaan we dan morgen wel even doen. Morgen wel. En morgen is het raadsvieren. Ja, dus morgen even dat even opnemen. Eventjes... Even ook voor de geitjes, eventjes de vragen. Ja. En dan ook nog morgen Sinterklaasviering en van PostNL. Ja. Dat is leuk. Vind je dat? Denk het wel. Ook niet. Ik hoop dat het leuk is. Mooi. En dan ga ik dit eten en dan gaan we weer, ga je weer weg. Ga ik weer weg, ja. Dat is lekker. Een kusje voor jou. Ik voor jou. Ik van jou. Ja. En ook van dit. Ook lekker. Mm-hmm. Oh, en ik heb een sterf als koud. Ja, we gaan douchen. Heb je het al gedaan? Nee, niet, heb ik het warm genoeg. Zo, echt wel? Nee. Wel waar? Er ligt nog geen rode plekken van de brandstof. Dus zo weet ik dat. Ja, nou, daar is ik al. En er gaat nog iemand uit naar mijn Facebooklijst. Vriendenlijst. Uit mijn vriendenlijst. Want ik had dus iets. Nee, maar ik had dus iets gedeeld van en vanuit mijn tante haar Facebook. Ja. En van tante Gerry. Over van hoe het vroeger ging. Krijg ik Oh, ga jij pleiten voor kindermishandeling? En maar je bent wel overblijfjuf. Dat heeft er helemaal geen nenen donder mee te maken. Het zijn twee verschillende dingen volgens mij. Maar ook, ja. Dat zal wel werken. Waarom? Maar dan weet dat diegene. Schilt je? Ja, hoor. Eten, eruit de knop. Maar dat ga ik vanavond doen. Ik ga mijn lijstje vervangen. Ja. Kan je dan toevoegen als vijanden? Ja. Is goed. Bij jou. Bij Martin. Ja. Vriend. Ja. Precies. Scheelt je aanmerkelijk. Ja. Minus. Heb je er zin in om te werken? Ja. Rijden? Ja. Maar niet op zaterdag rijden. Ook anders, hè? Dat is heel raar. Ja. Normaal is mijn grote vriend Dave er. Ja. Als we gaan scheren, moet ik wel even hier nog een stukje korter. Hier is het ja. Korter. Nee. Hier. Het is niet even lang, het is deze lang. Deze staat zo en die staat zo. Nee. Iets. Nee. Heb ik altijd idee hoor, maar. Nee. Kunnen jullie het zien of het zo is? Ja, ik zoom wel in. En dit is meer zo en die zit meer zo. Weet jullie dat? Laat het even onder weten hoe het wel of niet zit. Dankjewel! Goedenavond allemaal! Ja, ik sta in de keuken. Ja, ik heb een haartje. Zo. Ik heb dat ding maar weer aan. Ik heb even 3 lumpia's, ik heb er zin in. Roze van het werk op de zaterdag. Ja. Even gezellig pakketjes rijden. Hij is ook zo weer straks op en op de zaak. En ik heb alweer wat gedaan en voor het draaiboek.
De eerste draaiboek is klaar, dus ik heb nu nog 4 te gaan volgens mij. Ik had 5 draaiboeken die ik moest maken voor de bruiloft. Dus ja, dus heel veel knip- en plakwerk weer. Dus, en weer even mooi maken vanzelf. Ja. Ja. En dan mag Rome ook morgen zo me helpen. Ja, met knippen. En ik ga wel plakken. Ja, want ik heb heel slecht weer met mijn reuma. Dus dat is ook niet echt heel erg fijn. Daarom heb ik ook weer wat lekkers. Ja. Daar heb ik gewoon even zin in. Waar rij jij, schat? A4 richting Den Haag. Net bijna in de buurt van Zoeterwoude. Oh, dat gaat hard. Zes over negen ben je op de zaak. Oké. Okay. Dan. Ongeveer. Als het nog 6 minuten is. 11 minuten. Dat bedoel ik, 11 minuten, sorry. Dat weer. Ja, precies. En jij lust toch geen loempia? En dan eet ik ze lekker op. Ja. Goed. Ik ben jij die loempia gaat doen? Ja, precies. En dat ga ik ook zo doen. Ja. Alleen, ja, morgen dan gaan we even, mag jij knippen en dan ga ik plakken. Ja. Instrueer ik je wel. En voor de draaiboek. En dan eventjes de reactie, de Q&A. Dat was 3 uur. Mag ik hem weer opnieuw bellen? Yo! Ja, het was weer 3 uur, hè? Dus ja, dan en dan stopt hij. Oké. Yep. Nee, maar dan instrueer ik je wel met knippen en alles. En dan kan ik plakken. En dan hoef ik het alleen nog maar mooi te maken. Oh, oké. Ja. Yep. Scheelt weer. Aanmerkelijk. Ja. Ja. Kan er even één ding voor mij doen? Wat? Even kijken wanneer en waar we bij de Sinterklaasviering moeten zijn. Dat was de Groenstraat was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is, nou, ik weet waar en waar het is hoor. Okay. Dat is bij het posthoofdkantoor. Okay. Waar de tram bovenlangs rijdt. Oké. Hoe laat moet het daar zijn? Ik zal zo kijken straks. Straks, goed. Is loopje tijd, ja? Ja, zometeen. Ja, eikel. Hé. Hey. Jawel, luister naar mij, ja? Ik luister naar jou. Nee, en dat dacht ik al. Ja, ja, precies. Eenmerkelijk. Dan mag je wel inspecteren of die lompjes wel hebben opgegeten. Ja, is goed. Ga je maar inspecteren. Hoe wil je dat doen? Geen idee. Nee, daarom. We zijn er wel aan. Is dat zo? Ja. Oh? Die lompjes niet eens opgegeten, krijg je het af van mij. We kijken. PostNL. Dus even kijken, hoe laat? Nou, hoe laat dat en dat staat er niet bij of ik kijk eroverheen, maar...